Kan je trouwens wel even over FIFA vertellen? Voor mensen die weten of FIFA veel spelen. Sinds kort is FIFA. Je gaat binnen. Super tof dat je kijkt naar Glonio Vlog. Mijn naam is Sinterklaas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker, zoals jullie ook zien. Natuurlijk logisch. En wees net de race, douchen, lekker wakker worden. Het is het lekkerste wat er is. Om echt wakker te worden, vind ik altijd als je gaat douchen. Zo, de koffie is ook weer gedaan. Alleen een koffiepatch erin gooien. En echt bedoel ik natuurlijk. Gooien zou het al zou zonde zijn, want dan gaat die kapot natuurlijk. Weer leggen. Dus. Zo, dat hebben we dan gedaan. En als ik thuis klaar met werken ben, ik moet dadelijk werken natuurlijk wel zoals iedereen heel veel mensen weet al in de ochtend. Maar aan mijn werk ga ik eerst snel naar de tent naar huis toe. En dan ga ik naar iemand toe die dag ook. Na mijn werk en na mijn thuisweg gekomen. Dus maar naar wie ik ga jullie nog wel allemaal zien. Ik hoop dat jullie al benieuwd naar zijn. Ik in ieder geval, weet het in ieder geval het. En ik ga lekker koffie drinken en lekker wakker worden. Slaap het ook. En ik ben nou thuis gekomen en ik ga nu al klaarmaken om lekker richting moeder te gaan. Want daar ga ik heen vandaag. En het is ook heerlijk prachtig weer. Ja, lekker in een zonnetje lopen dadelijk. Ja, heerlijk is dat. En nu ga ik onderweg maar naar mijn moeder, wat ik al zei. Dus laten we lekker gaan. Dus let's go. Zo, ik ben nou onderweg weer naar huis toe en ik was gezellig bij mijn moeder langs geweest. Maar eigenlijk was het plan daar te eten, maar ik had nog veel eigenlijk zal ik laten bedenken dat ik heel veel dingen thuis heb te doen. En dat moet even dadelijk wel gebeuren. Maar het was wel even gezellig bij mijn moeder te eten. Lekker even geweest een lunchje met mijn moeder. Bij mijn moeder thuis lekker een tossietje. En ik kan jullie even melden, ik heb ooit trouwens een oplader besteld bij Dean Monkey. Ik ga gewoon een heel verhaal vertellen hoe het in elkaar zit. En dat was op 2-1 juni dat ik dat heb besteld. En het is nou natuurlijk november en ik heb die nog steeds niet binnen gehad. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb tussen de tijd van tevoren allemaal klachten ingediend. Een mailtje gestuurd naar diegene. Geen reactie terug. En dat vind ik gewoon ongelooflijk jammer namelijk. Dat ik geen één mail heb teruggekregen. Helemaal niks. Dus, nou, ik heb toch, weet je. Wat ga ik doen? Ik ga hashtag boos inschakelen. Ik denk dat jullie vast wel kennen die YouTube account. Hashtag boos. Dus ik heb dat gedaan. Maar die hebben natuurlijk ook druk en wat dan ook. Dus ik heb met mijn moeder een beetje door gaan zoeken. En je kon zelfs een klacht sturen naar Deal Monkey. En dat hebben we dus gedaan. Een klacht ingediend. Dat de een klacht kan indienen bij Deal Monkey. Dat heb ik gewoon gedaan dus. En nu afwachten wat er nou gaat gebeuren. Krijg ik die oplader nu wel? Of krijg ik die oplader nu niet? Maar dat is nog even afwachten hoe het in gang gaat. Dus ik ga wel even zo. Ik ben wel benieuwd naar hoe dat aan toe gaat. Dus we gaan het zien in ieder geval. Of ik nou geld terug ga, wat ik heb aangegeven. Of ik wil geld terug. Of ik wil die opladen, één van de twee. Maar dat is logisch dat ik dat wil natuurlijk. Maar we gaan het afwachten. In ieder geval, klacht ingediend. Hoop dat het aankomt bij ze. Ik ben gewoon wel benieuwd naar. Nou, tussentijd, wat ik al zei eigenlijk, dat ik bij mijn moeder zou eten. Ga ik even, dadelijk even eten halen. Voor vanavond, voor mezelf. Want ik moet wel vanavond kunnen eten. Dus, ja, we gaan het allemaal zien hoe het bevalt. En hoe het op gaat lossen met de oplader van mij die ik in 1 juni had besteld, is ongelooflijk bizar. Maar er was ook ongelooflijk veel klachten. Dus ik wil zeggen, Deal Monkey, regel je. Ja, regel alles goed. Laat iets van je horen.
Maar dat wordt letterlijk niet gedaan. En dat is ongelooflijk jammer eigenlijk. Maar ja, nu maar richting huis toe en eten halen. Ik ben daar trouwens al wel lekker begonnen met eten. Want het is al 6 uur geweest, al bijna 6:30. Heb ik het goed? Ja, bijna 6:30. En ik heb nu lekkere pannenkoek, heerlijk. En ga ik daar lekker van genieten. En morgen heb ik wat anders op het menu. Maar dat gaan jullie morgen zien. Nu lekker pannenkoek eten. Ga ik lekker hiervan genieten. Maar ik hoop nogmaals even op terug te komen van mijn oplader. Ik hoop dat het mee wel goed komt. En ik hoop echt letterlijk dat het goed komt. Dat de oplossing voor komt. Of geld terug, of de oplader nu binnenkrijgt. Toen zat ik ineens lekker bij Rick. Lekker met Bels. Lekker FIFA spelen. Ik kan je trouwens wel even over FIFA vertellen. Voor mensen die weten of FIFA veel spelen. Sinds kort is FIFA... Je gaat binnenkort iets eraf, wordt iets eraf gehaald. Want dat heeft weer te maken met gokken. En dat... Weet jij dat toevallig? Wordt het heet? En hij staat achter hoor, die gek. Rick. Dat kan niet. Schaam je. Precies wat op je shirt staat. Doe eens even normaal. Maar dat dus... er gaat iets wat er met gokken weet, denk jullie er vast wel over hebben. Het gaat eraf in ieder geval en ja. En nogmaals wat ik wil zeggen is, morgen komt wat leuks aan, 2 keer wat ik ga melden. Morgen ga ik weg, waarheen gaan jullie morgen horen en hoe en wat. Maar het is nu 8:30 geweest en ik ben lekker gezellig bij Rick, even lekker met je FIFA aan het spelen. Dat is even lekker leuk. En ik heb 1 potje gelijk gespeeld. Echt. Ik had eigenlijk precies moeten winnen, maar ja. Rick zat 1-0 achter. Liverpool met City. En wij hebben allebei gewoon spelen samen. Gewoon onze beurt online. Gewoon. Ik denk dat je voor de mensen die me al heel lang volgen. Die dat ik heel vaak dat speel. En ik vind het hartstikke leuk om te spelen. Wie poppetje FIFA. Dus dat is eigenlijk heel lang geleden voor mij. Dat ik weer samen met hem potje FIFA heb gespeeld. Hè? Hoe lang is dat geleden? Een jaar of zo? Nou, dat was weer gisteren. Helemaal niet. Helemaal niet. Dat is helemaal niet eergisteren. Jongen. Oh, dat is ook eentje hoor. Die pils. Maar Rick. Rick! Goed zo. Oh Rick, je gaat niet verliezen, hè? Nee, man. Anders word ik boos, hè? Ik word woedend. Rick! Rick! Ga ik expres verliezen. Lol. Rick! Wat doet de keeper? Geen idee. Oh, rust. Nou, hoe ging het? Normaal. Ah, de tweede helft begint ook wel gelijk. Maar ik ben benieuwd wat ik dan het tweede potje ga doen. Ik hoop dat ik ga winnen dit keer. Maar we gaan het zien. Speel je wel lekker met City? Trouwens. Iedereen heeft het andere mening van welke club. Je kan qua gevoel voelen hoe spelers spelen. En in de Eredivisie hoor ik heel veel dat Ajax bijvoorbeeld lekker mee speelt. City, welke heb je nog meer? Liverpool sowieso niet. Ik speel lekkerste met City altijd. Maar ja, we gaan het even lekker padje FIFA lekker spelen samen. Om zijn beurten. En we hebben 5 punten. We hebben ons spelerseizoen namelijk online. We hebben 5 punten en moeten 8 punten in maximaal halen. Om uit de degradatiezone te komen. Dus we gaan kijken of het gaat lukken. Wie weet. Oh, ik ben nou lekker thuis gekomen. Lekker met Rick wees te chillen. Was super gezellig. Ben lekker blijven kletsen. Masker zingen gekeken. En ik ga nu klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Want morgen, om 9:00, word ik opgehaald. Ik ga nu lekker, wat ik al zei, lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan.
Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zal het toch zijn als je je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers, een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Nu al een lekker heerlijke bakkie koffie hier zo. En daar ga ik lekker van genieten. En tussen uw tijd ben ik de editor die nu in de render zit. Gelukkig klaar.